Hallo, ich bin Lisbeth. Ich bin auf Jahre geredet, richtig in Lima, Peru, NGO Potmau. Mit Potmau proberen wij de levenskwaliteit van kinderen, adolescenten en vrouwen die leven in situaties van geweld te verbeteren. Omdat mensen die leven in armoede en vooral zij die leven in situaties van geweld, het vaak erg moeilijk hebben om goed voor hun kinderen te zorgen en om uit de cirkel van geweld te geraken, willen wij graag nog een stap verder gaan. Daarom hebben we het sociaal bedrijfje Puri opgericht. Puri, zoals hier, is Quechua voor pad. Hiermee willen wij signaliseren dat de vrouwen een nieuw pad naar een nieuwe toekomst moeten gaan. De bedoeling of we hopen dat hiermee ook op langere termijn de winsten naar pad kunnen gaan, zodat wij niet meer enkel afhankelijk zijn van de buitenlandse fonds. Zoals jullie hier kunnen zien, zijn de vrouwen momenteel sleutelhangers aan het maken. Ze zijn amper anderhalve maand bezig en het is ongelooflijk hoeveel vooruitgang ze al hebben gemaakt. Een vrouw vertelde vorige week bijvoorbeeld dat ze is gaan pizza eten met haar dochter. Dit heeft ze daarvoor nog nooit kunnen doen omdat ze hier inkomen had. Ze was ongelooflijk gelukkig en was heel erg blij toen ze kon vertellen hoe dat zijn dochter daarmee verrast. Een van de andere vrouwen vertelt dat ze aan het sparen is om een bril voor haar zoontje te kopen. Nog een andere vrouw, die een van de beste krachten van dit moment is, is aan het sparen om zo alleen te kunnen gaan wonen, omdat haar man binnenkort vrijkomt uit de gevangenis en ze niet bij hem wil blijven wonen. Een andere vrouw, die voorheen de hele dag in de pyjama rondliep en zelfs middags zo ging eten, komt nu mooi opgemaakt en heel erg verzorgd naar het werk. Ik stel hem eventjes aan jullie voor. Mijn naam is Francia. Mi nombre es Margarita. Mi nombre es Miriam. Mi nombre es Judith. Mi nombre es Marilu. Mi nombre es Olinda. Mi nombre es Berta. We willen graag starten met de productie van deze babyschoentjes, om zo meer vrouwen te werk te kunnen stellen. Dit is trouwens Ursula, onze ontwerpster. We hopen dat jullie ons willen steunen om zo meer vrouwen en kinderen een betere levenskwaliteit te geven. In de ruil, voor jullie steun, ontvangen jullie een mooi cadeautje.